Makamas op Bonaire. Vandaag weer zo'n aflevering en vandaag zitten we in de vrije natuur, als ik het zo mag noemen. Want vandaag zitten we bij Aletta. Aletta, welkom. Dankjewel. Bobini. Dank je. Leuk. Aletta, Makamas op Bonaire is de naam van ons programma. Standaard vraag die we stellen. Het woord Makamma, wat zegt het tegen je? Wat voor gevoel geeft het aan jou? Makamba. Ja, Makamma is wat ik veel begrijp, is dat ook een scheldwoord voor sommige mensen lijkt. En daar zijn dan de meningen over verdeeld, begrijp ik. Ik vind het niet het leukste woord om te horen als ze zeggen, hey, Makamba. Maar ik begrijp ook dat het de intonatie is, weet je. Je kan ook zeggen, hey, Aletta. Dan denk ik ook, oké. Dat is eigenlijk voor mijn gevoel een beetje hetzelfde. Dus Makamba is niet per definitie negatief of positief, maar meer een beetje de intonatie die ik daar dan achter hoor, zeg maar. Wie is Aletta? Waar ben je geboren? Waar ben je opgegroeid? Vertel eens een beetje over jezelf. Wie is Aletta? Oké, dat is interessante vraag. Ben ik net nou mee bezig? Wie ben ik eigenlijk? Wat ik doe, kan ik wel zeggen, maar wie ik ben, dat weet ik nog niet. Laten we het hebben over waar je bent geboren. Ja. Ik ben in Helmond geboren, Brabant, Nederland. En dat was in 1970, dus ik ben dit jaar 50 geworden. En ik heb een hele leuke jeugd gehad, gewoon heel relaxed. En ik heb hele lieve ouders die ook elk jaar naar Bonaire komen. Waar ik een goede band mee heb. En ik heb een oudere broer en een jongere broer. En ze hebben allemaal kinderen, ik het niet. Zij wonen in Nederland, ik het niet. Daar beginnen ze verschillen. Ze rijden de grote, dikke, vette auto's, ik het niet. ze hebben een andere leefstijl gekozen. We hadden het nooit heel breed thuis, maar ook niet slecht thuis. Dus we hadden, mijn vader had het familiebedrijf, wasserij, stomerij, overgenomen van zijn vader. En dat is uiteindelijk failliet gegaan en daar heeft hij wel een klap van gehad. En daar hebben we ook allemaal een beetje een soort trauma van overgehouden. Maar dat is eigenlijk het ergste wat er overkomen is in mijn jeugd. En verder heb ik eigenlijk gewoon een hele liefdevolle opvoeding gehad. Waar ik ze heel dankbaar voor ben. En ik heb mijn schooltijd daardoor ook eigenlijk gewoon doorgebracht als tevreden schoolkind. Waar ik wel problemen mee had was, ik had wel altijd faalangst. Dus ik had wel altijd het gevoel dat ik het niet goed genoeg deed. Dat zat wel echt in mij, maar dat heb ik voor mijn gevoel niet uit mijn opvoeding meegekregen. Het was iets van buitenaf, zeg maar. Ja, of misschien een onbewuste. Ja, het zit denk ik al in jou, weet je. Ja. Ik geloof in vorige levens, maar niet iedereen, maar dat dan misschien daar vandaan komt. Mm-hmm. Dus ik heb faalangst was wel echt een rode draad in mijn leven. Daardoor, ik kon best wel studeren, maar ik kon niet concentreren. Dus ik heb de MAVO, HAVO, VWO en ik heb het allemaal verschillende keren herhaald. Omdat ik met het examen elke keer faalde. Ja. En uiteindelijk heb ik wel mijn HBO fysiotherapie gedaan. Hoe ik dat gehaald heb, geen idee. Maar je hebt het gehaald, maar dat is belangrijk. Ik heb het gehaald, precies. En dat ging ook heel niet makkelijk, zeg maar. Stoten en opzetten. Ja, maar dat was meer praktisch. Dus dat was minder, weet je, dat je op papier iets voor elkaar moest krijgen. Dus daardoor is dat allemaal goed gekomen. Alleen ik vond het vak helemaal niet zo heel leuk. Dus dat is wel grappig. Dus ik ben laat afgestudeerd. Dat vond ik niet zo erg, want ik wilde daarvoor ben ik een beetje op reis geweest. Ben ik naar Australië geweest en naar Thailand geweest. En dat wilde ik eigenlijk blijven doen. Ik wilde helemaal niet studeren. Mijn ouders zeiden, en je komt nu naar huis. Toen was ik 23, dus het was ook laat om te studeren. Maar ik wilde doorreizen. Ik had het al gezien, weet je. Ik denk, Nieuw-Zeeland. En ik wilde echt de hele wereld zien. Maar uiteindelijk heb ik braaf gedaan wat mijn ouders zeiden. Terug naar huis. En ik ben de opleiding gaan doen. En ook afgemaakt. Heel lang spijt van gehad. Of ik inderdaad wel toch niet had moeten gaan blijven reizen.
Uiteindelijk ben ik wel blij en dankbaar dat ze even door hebben gezet. Daardoor heb ik een vak geleerd, want dat willen alle ouders van hun kind, dat ze een vak leren, heb ik geleerd. Maar ik vond het eigenlijk helemaal niet zo'n leuk vak. Dus ik was... Dat reizen, dat bleef. Dat bleef. Dus wat deed ik? Ik ben een scriptie gaan schrijven over verschillende culturen en de manier van dragen van kinderen. Dus dan kon ik met mijn hoofd in de boeken allemaal mooie plaatjes vinden van moeders met kinderen. En dat heeft ook met reizen wat je doet? Heeft met reizen en cultuur. En het andere ding wat ik deed was toen ik klaar was met mijn opleiding. Toen ben ik gaan werken bij Schiphol. Reizen weer. Ja, een stapje dichter bij het vliegtuig. En dat heeft me ook dichter bij Bonaire gebracht. Want zodoende, ik had dus iemand onder behandeling. Zij was een vriendin van Margon en Simone. Die hadden bonfysiotherapie op Bonaire. Mm-hmm. Zij deed eigenlijk soort de eerste screening voor de nieuwe mensen die eventueel konden vervangen op Bonaire. Dus als zij op vakantie wilde op Bonaire, dan zocht zij voor hun iemand die dat kon. Dus ik had haar onder behandeling en zij zei, wat doe je na deze waarneming? Want het was een waarneming van 3 maanden of zo. Ik zei, nou, weet ik niet, ik denk geen fysio, want ik vind het niet zo leuk. En toen zei ze, en wat als je op Bonaire zou kunnen gaan werken? Heb je eerder van Bonaire gehoord? Nee, eerlijk gezegd niet. Nee, dat is heel erg. En dat is 22 jaar geleden. Hè? Want dus dat is wel. Toen was het nog minder bekend. Mm-hmm. Maar goed, ik schaamde me wel dat ik het niet kende. Mm-hmm. En toen heb ik mijn cv ingeleverd bij haar. En ik heb het verder heb ik er niet meer zoveel aan gedacht. En toen belde me gewoon rechtstreeks vanaf Bonaire. En ik zie mij nog op mijn studeerkamertje zitten. En zij zegt, was je nog van plan om te komen? Ik zeg, en ik kijk mijn vriend aan, waar ik al bijna 10 jaar mee was. En ik kijk een vriendin aan, die was ook bij mij. Ik zeg, ja, ik kom. En dat was gewoon echt heel intuïtief. Dus ik hoefde daar eigenlijk verder niet meer over na te denken. Dus het was gewoon, ja, dat was gewoon, dat gevoel had ik gewoon. Dus ja, zodoende was toen de beslissing genomen om, toen was ik 28. En toen zou ik voor 3 maanden naar Bonaire komen. 3 maanden. Zoals iedereen wel zo'n verhaal heeft, weet je. Ik kom voor 1 week of 2 weken of 1 jaar. En dan zien we wel. Ik kwam dus voor 3 maanden waarnemen. En fysiotherapie vond ik dus niet zo leuk. Maar fysiotherapie op Bonaire vond ik wel heel leuk. Ja. Dit is anders waarschijnlijk, hè? Ja, het is anders. De mensen zijn anders. De manier van omgaan met klachten ervaarde ik in ieder geval anders. Ik vond het leuk, want ik had een andere cultuur. Een andere taal, een andere omgeving. Nou, hoe anders kan het zijn, weet je, van Nederland naar de Antillen. Ik ben niet voor de zon gekomen, want dat is eigenlijk helemaal niet zo, dat trok me niet. Ik zou eerder, weet je, ik wilde eerder naar Alaska of naar Afrika. Het ging mij niet om de zon, het ging mij om een andere cultuur te zijn. Zon was meegenomen. En de zon? Nou, nee, eigenlijk niet. Want, nee, want ik ben eigenlijk helemaal niet zo van de zon. Nee. En nu ben ik het wel gewend. Wat ik wel fijn vind, is dat je altijd buiten kan zijn. Mm-hmm. Weet je, en dat is natuurlijk moeilijker als je in Noorwegen zou wonen. En het is -20, dan kan je niet de hele dag buiten zijn. Dus wat ik wel heel fijn vind hier, is dat je altijd buiten kan zijn. Dat je ook buiten kan slapen, dat je ook buiten kan eten, dat je altijd buiten bent. Mm-hmm. Ja, dus dat... Dus toen kwam ik op Bonaire als fysio werken. En we hadden een heel leuk team. Want Simone en Margon waren degene die bonfysio op hebben gezet. En dat was, ja, ik weet nu al niet meer hoe lang dat dan geleden is. Maar misschien 30 jaar geleden, ik weet niet precies. En het was zo'n leuk team, we hadden zo'n leuk team. En ik weet zeker dat iedereen die bij ons ooit onder behandeling is geweest, die herinnert die tijd dat we echt als een soort familie waren. Dus we waren geloof ik met 4 of 5 fysio's. Mm-hmm. En alle patiënten kwamen gewoon bij de voordeur natuurlijk binnen. En dan hadden we een bankje en daar zaten de mensen. En dus
het was niet zo dat ik alleen maar contact had met mijn patiënt. Okay. Weet je, dus Imre en Robert en Anita en Simone en weet je, dus we hadden allemaal onze eigen patiënten. Maar het was ook van, ja, dat was gewoon Imre zijn patiënt of dat was Simone zijn patiënt. En dan had je ook contact. En respecteerde je ook van elkaar, hè? Dat ja, het was gewoon een familie en iedereen maakte grappen met elkaar. Ik was meestal wel de dupe van de grap, weet je. Om mij werden de grappen gemaakt. Om al die vriendjes die ik had. We vonden het allemaal heel leuk om daar natuurlijk over mij voor de gek te houden. Maar dat was het leuke. Het was gewoon één grote familie en alles. En de fysio zelf was heel professioneel. Was ook altijd de intentie van Simone en Magon. Dat het gewoon wel echt een goede fysiopraktijk moest zijn. Maar de sfeer was echt... Niet zo formeel. Nee, het was gewoon gezellig. Echt. En ik weet, dat ervaren de patiënten ook. Dat weet ik zeker. Ja, het was heel leuk. Ja. En volgens mij zal dat zeker hebben geholpen aan hun... En nu met hun klachten, want ja, de sfeer speelt ook een rol, neem ik aan. Dus de gezelligheid en de behandeling zal ze waarschijnlijk sneller beter hebben gemaakt. Denk het wel, ja. En zo heb ik dus ook papiermenten leren spreken. En dat was ook fijn, weet je. Want dan heb je meteen... je bent meteen onderdeel van de gemeenschap. En als je komt om duikinstructeur te worden of zo, dan is het moeilijker om het contact te maken. Dus ik kwam al, en dat vond ik een van de leukste dingen, ik kwam al, zeg maar op dag drie, kwam ik al bij, volgens mij was het zelfs Abdouli ook, ik weet zijn achternaam even niet meer, maar de vader van Poppy, nou ja, maar niet uit. In ieder geval een van de eerste patiënten aan huis. Dus ik sta te voetballen op de porch met een meneer. Hij was toevallig Venezolaans. En ik had echt zoiets van, ja, dit is nou nu mijn werk. Nu vind ik het wel leuk. Ja, nu wel, hè? Nu vind ik het wel leuk, weet je. En dan weet je, ja, dan krijg je een kopje thee of een sopijuana aan het eind van de behandeling of nog een paar nieuwe woordjes die je leert via je patiënt. Dus ik voelde me helemaal in mijn element. Dat was echt een hele leuke tijd, ja. Ja. Had je ooit kunnen dromen dat, zeg maar, laten we het een beetje saaie fysio, dat je in Nederland had gestudeerd en ja, voor ogen had, zo'n ommekeer zou hebben gehad? Nee. En op een eiland ook nog, dus niet eens meer in Nederland? Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb me nooit, niet bewust, maar ik heb me nooit echt thuis gevoeld in Nederland. En ik was ook altijd op zoek naar, daarom wilde ik ook graag gaan reizen en zo. En het was niet dat ik mijn afkomst wilde verloochenen, maar ik voelde me gewoon niet thuis. Mm-hmm. En ik kon het niet omschrijven of plaatsen. Ik had een hele leuke vriendenclub, echt hele leuke. Maar ook daarin was ik echt een onderdeel van de groep, zeg maar. Maar toch voelde ik me niet thuis. En misschien hebben meerdere mensen dat gevoel, weet je. Als je dan, en dan dus het paste wel echt in mijn plaatje, wat ik zelf nog niet voor ogen had. Maar, dus ik vind het geen rare stap van mezelf dat ik uiteindelijk niet meer in Nederland woon. En de eerste jaren vragen mensen dan ook, wanneer kom je terug? Of weet je, en dat blijven ze vragen. Heel lang nog. En op een gegeven moment... Dus er was hoop dat je ooit een keer zou denken van... Oké, ik ben hier klaar en hoop, we gaan terug. Precies. En vele mensen komen ook en gaan weer, weet je. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk nooit gezegd van... Ik kom naar Bonaire om te blijven. Want ik wilde ook vanuit hier wil ik reizen. Heb ik ook gedaan. Maar ik vond het gewoon te leuk nog om echt het eiland helemaal achter me te laten. Dus de eerste jaren vooral, toen ik bij Bonfisio werkte... Had ik ook eerste keer in mijn leven een beetje geld. Mm-hmm. En toen ben ik gaan reizen. En toen ben ik vanuit Bonaire ben ik naar Peru gegaan. Ecuador, Venezuela, Costa Rica. En daar heb ik hele leuke ervaringen op gedaan. Dus toen was die reislust ook weer even gesust, zeg maar. Maar ja, zo heb ik de jaren op Bonaire echt heel leuk doorgebracht. En dat paste wel in mijn plaatje, inderdaad. Ja. Dat gevoel dat je zegt van, ik voelde me niet thuis in Nederland, ik weet... ik kan me voorstellen dat het gewoon iets in je zegt of je voelt dan van niet. Heb je het idee dat je nu op Bonaire bent, dat je het een beetje kan, ontcijferen, dat je het een beetje kan vertalen, zeg maar, dat gevoel van, ik voelde me daar niet thuis, maar hier kan ik het een beetje identificeren?
Ja, ik denk het wel. Sowieso, kijk, Nederland heeft hele mooie natuur. Maar het is niet puur, zeg maar. Het is allemaal aangelegd. Maar ik moet zeggen, de bossen van Nederland is een van de weinige dingen die ik mis. En het fietsen ook. En dan zo'n lekkere frisse neus en frisse armen en dan door het bos fietsen. Een van de weinige dingen die ik mis. En natuurlijk, ja, mijn ouders die daar wonen. Maar op Bonaire sta je dichter bij de natuur. Hoe dan ook. Nou heb ik ook een huis wat ja, zo open is dat je inderdaad gewoon de natuur binnenkrijgt, letterlijk. Want elke dag waaien de blaadjes binnen en de stof. Maar ook hier, weet je, ik ben eigenlijk nooit binnen. Dus je staat veel dichter bij de elementen van de natuur. En ik ben een hele leuke opleiding aan het doen nu. Waarin je... Een spirituele opleiding. Waar je je nog meer wil verbinden met de natuur. Dus ja, de onderdelen van de vier elementen van de natuur zijn water, vuur, lucht en aarde. Ken je? Ja. En nou ja, dat hebben wij elke dag hier, weet je. Dus we hebben water sowieso om ons heen. En we hebben de aarde. Nou ja, ik loop bijna elke dag op blote voeten. Dus hoe meer wil je je verbinden met de aarde? En de lucht, weet je, je bent altijd in de frisse lucht. En vuur. Ik heb een periode gehad dat ik elke dag een kampvuur voor mezelf maakte. Dus die vier elementen heb je dan gewoon eigenlijk als onderdeel van je dag, elke dag. En dat zorgt er weer voor dat je meer in verbinding staat met jezelf. En dat is denk ik waardoor ik me in Nederland niet op me in verbinding. Ik voelde me niet in verbinding met mezelf. Ik was heel erg bezig met de buitenwereld tot voor kort eigenlijk. Want op Bonaire deed ik hetzelfde, maar toen begon ik het te zien. En in Nederland was ik heel erg gericht op de buitenwereld. Maar ik was altijd in tweestrijd. Ja, ik wilde ook er leuk uitzien. Ja, ik wilde ook die leuke spijkerbroek en ik wilde ook die leuke laarzen. Maar 200 gulden was het toen nog echt niet, weet je. En daarin was ik altijd in de weerstand. Ja, ik wil er ook leuk uitzien, maar... Moet is het wat waard? Precies. Ja. En is dat het enige belangrijke? En als je het dus niet doet, dan voel je dus... Buitengesloten, ja, van het clubje. Ja. Precies. En dat, maar ook weer niet, want ja, ik wilde het ook weer niet. Dus ik was... Oh man. Lastig. Daarom... Ik viel bijna nooit voor 1 uur of 2 uur in slaap. Piekeren. Altijd maar bezig. En ook met de sociale verplichtingen. Was toen al, vond ik. Dat is 22 jaar geleden. Kan je nagaan nu in 2020 hoe we daar En nu staan. Heb je dat natuurlijk ook wel, maar dan met de WhatsApp en met de Facebook. Maar inderdaad, dat ook. Moet die nog een kaartje sturen? Ook moet... Oh. Oh. Ik word er al moe bij het idee. Maar dat je het deed, hè? Dat je zo lang aan vocht, maar ja, het moest. Nou ja, dat zit dan in jou ook. Mm-hmm. En als je daar niet van kan distancieren, dan blijf je daarin geloven. En dat is een van de fijnste dingen van Bonaire. Ik kon me daarvan distancieren. Krijg je nu ook weer kippenvel. Letterlijk, de oceaan zat ertussen. Maar ook toen ging het nog over de fax. Dus toen had je nog geen... En de e-mail was net een beetje begonnen. Het lijkt alsof het echt vorige eeuw. Ja, is ook vorige eeuw. Maar fax, ja. Ja. Maar ja. Maar die afstand, die was heel prettig. Je had bijna geen winkels hier. Je had alleen maar de Cultumara. Dus je hoefde ook niet na te denken over welke vlosdraad dat je wilde hebben. Want dat was een van de meest... Het is wat er staat. Precies. Het is of. Ja, precies. Niet en. Precies. Nou, heel fijn. Heel rustig voor je keuzemoment. Maar ook met kleding en al die dingen. Dus, oh, ik vond hem verademing. Het leven werd weer simpel. Ja. En die eenvoud, die heb ik altijd heel erg fijn gevonden. En soms denk je dan, die eenvoud is kan ook beperkend voelen. Maar dan zat ik meestal niet lekker in mijn vel. En dat heb ik de afgelopen jaren gehad. Dat ik zag naar wat er niet was. En nu ben ik weer op het punt gekomen dat ik weer zie wat er wel is. Een hele... Hoe noem je dat? Een hele ontdekking van jezelf. Ja. En een bewustwording ook van jezelf, van je omgeving.
Dus ik denk dat, of als ik je zo hoor, denk ik dat, heb ik het idee althans, dat misschien omdat je in Nederland ook zo opgesloten zit, meestal. Ja. Omdat het buiten, ja, je kan niet zoals hier de hele dag buiten. Het is koud, het regent, het hagelt, het sneeuwt. Dus dat je misschien ook daardoor het gemist hebt gehad van de natuur wat je hier wel hebt. Ja, dat kan. Ik denk dat dat de oppervlakkige laag is. Mm-hmm. Los van alle anderen, ja. Maar omdat je dat zo, ja. Zo duidelijk aangeeft van hier, dat je wat je wel voelt en daar niet. Dat zet me even aan denken, misschien ja. Dat ook een rol heeft gespeeld. Ik denk het ook inderdaad, maar toen was het nog niet zo bewust. Maar het grappige is dat ik dan hier ben in de natuur, zonder muren. En ik doe hetzelfde. Dus ik heb me toen ook weer in mijn bedrijf me echt beperkt en mijn eigen muren gebouwd. Die mij weer op hetzelfde stuk brachten. Dus ja, dan alsnog kan je jezelf beperken. Ik ben eigen baas en toch een vriendin. Heb je muur? Ja. Heb ik mijn beperkingen en mijn grenzen. En een vriendin van mij zei ooit tegen mij van... Alet, heb je ooit zo'n slechte baas gehad? Ik denk, ja, dat vond ik wel echt een hele goeie. Dat zit je aan het nadenken. Dat zit je aan het nadenken, ja. Dat is wel grappig. Dat je, ja, dan gaat ze denken van... Oké, misschien een slechte ervaring met een baas. Dat je op dit punt staat dat je zo denkt en zo, ja. En zo voelt. Ondertussen word je dit jaar 22 jaar op Bonaire. Ja. Ik bedoel, het is... Dat is niet niks. Dat is een leven van iemand. Je hebt jezelf zien groeien. Dat denk ik wel. Als ik je zo hoor hoe je bent hier aangekomen. En hoe je nu voelt. Want je woont ook in de natuur. Echt dicht bij de natuur. In 22 jaar heb je jezelf ontwikkeld. Herontdekt. Want je bent nu meer bezig met natuurlijke dingen. Ja. Ja. Je hebt nu dieren, we zitten nu... we hebben een beetje... we hebben ook visite hoor, dus maak jullie geen zorgen. We zitten lekker in de natuur, dus ik heb ook al letter gezegd... Als ze langs willen komen, wat willen zeggen, dan kunnen ze zeggen ook vrij. We gaan zo meteen straks verder, maar voor we verder gaan... hoe ben je hier in Trimontagne beland? Want het is best wel... Want toen we hier reden, zei ik tegen Anneke... Oké, Anneke, waar gaan we naartoe? Ik woon hier ook niet lang, hoor. Laat me dat vast zeggen. Dat mensen denken, ja, hoe kent ze het niet? Ik woon hier ook maar sinds kort. Dus was dit ook een bewuste keuze? Ja. Best een moeilijke keuze. Ik werd ook van alle kanten gezegd van... Ga je doen daar helemaal in de Mondi? Wat is wel een leuk verhaal, want ik was gestopt bij Boom. Toen nog niet. Nee, toen werkte ik nog bij Boom Fysio. En toen ben ik hier naartoe verhuisd. En toen had ik wel al geiten. Ja, zo was het. Ik had wel al geiten en ik woonde in Mexico. Okay. Daar woon ik heel leuk. Dat voelde toen nog als Canoeco. Ik vind dat nu meer barrio geworden. Of, toen had ik de hulp van een hele lieve man en die heet Felipe Angela. En die werkte vroeger bij LVV. En hij heeft mij toen heel veel geholpen met hekken zetten. Ik kende niks van geiten. Ik wist niks van geiten. Maar je vond ze wel wat? Ja, ik had samen met Simone hadden wij het idee om kaas te gaan maken. Mm-hmm. Simone vond het leuk om de kaas te gaan maken. En ik vond het wel leuk om de geiten te gaan houden. En ik had ook de Canoeco, dus ik had de plek. Dus wij hebben toen van Edward Berben, waar Felipe mee gewerkt had vroeger bij LVV... had ik toen 10 geiten gekocht. Felipe heeft ons geholpen met de verhuizing van de geiten. En toen heeft hij me ook geholpen met de eerste opzet bij Mexico. En toen zei hij, Alet, dan ben je zo hard aan het werk hier op deze Canoeco. Maar die Canoeco is niet van jou. Je moet je eigen Canoeco zien te vinden. Ik zeg, ja, maar ja. En ik weet niet, ik denk intuïtief heeft hij mij ooit dus naar die Canoeco gebracht hiernaast. Die was toen van meneer Vissers. Ik was op slag verliefd. Maar... Die Canoeco was helemaal niet te koop. Dus ik had echt zoiets van, waarom heb je mij hier naartoe gebracht en mij lekker gemaakt? Ik was helemaal verliefd. Ik geloof dat ik een jaar lang elk weekend hier de berg opgeloof ben. Omdat ik dacht, dit is de plek waar ik wil wonen. Dus ik word er nog emotioneel van. Het was echt een heel bijzonder moment. Dus ik dacht, dit is mijn plek. Maar ja, als je iets zo graag wil, krijg je het natuurlijk niet. Dus op een gegeven moment heb ik het maar losgelaten. Nou ja, toen kwam echt inderdaad, als je het loslaat, dan komt het vanzelf naar je toe, hoor ik wel vaker.
Dus ik had het inderdaad losgelaten. En toen kwam dus het aanbod dat ik op deze knoeken kon gaan wonen. En dit huis kon gaan huren. Of eigenlijk, huren. Ik denk, nee, ik wil daar. Ook nog eigenwijs doen. Je krijgt iets in de buurt, maar dan wil precies. Je per se die. Ja, en ik wilde, want mijn idee was, ik wilde in een caravannetje beginnen. Mm-hmm. Want dan had ik mijn kosten laag en dan kon ik het gewoon van nul af aan opbouwen. Ik wil niet met een dikke vette hypotheek gaan beginnen, want dan begin je met een hele andere begin, mm-hmm. uitgangspunt. Dus ik had dat helemaal bedacht. Maar ja... universum of wie dan ook had het anders bedacht. Dus ik twijfelen. En was het eigenlijk? Ik heb alles er, en iedereen en alles om die keuze te maken. Want de mensen die deze knoeken konden huren, die hadden stroom nodig. Want hij ging meubels maken. En ik woon op Mexico en ik had een knoeken met stroom. Dus zij kwamen bij mij en die zeiden, Alet, wil je eens gaan kijken naar, deze, naar dit huis? Want dan kan jij dit gaan huren en dan kunnen wij in jouw huis. En ik voelde me een beetje uit mijn huis gezet. Dus ik had zoiets van, wacht even, ik heb nog niet besloten. Rustig. Maar het is eigenlijk heel goed dat zij een beetje gepusht hebben. Want ik was heel gehecht aan die plek en aan dat huisje. En dat was ook omdat ik een hele leuke buurman had. Die inmiddels was overleden. Joe Regales. Joe Defunto Mariachi. Mm-hmm. En hij was overleden. En ik had altijd gezegd, zolang als Joe leeft, kan ik niet uit Mexico weg. Maar Joe was overleden. Dus ik was eigenlijk klaar om daar weg te gaan. Alleen ik was zo gehecht aan dat plekje. Dus het was heel goed dat zij mij een beetje gepusht hebben. En uiteindelijk heb ik met veel moeite heb ik de keuze gemaakt om naar Terrasse Montaigne te verhuizen. En elke keer als ik Kaya Esther voorbij reed, omdat ik nog helemaal naar Terrasse Montaigne moest, dacht ik, waarom moest ik zo ver gaan wonen? En al mijn, weet je, ik had toen ook nog een paar politiemannen waar ik mee bevriend was. Die zeiden tegen mij, Alet, jij gaat geiten houden. Op Terrasse Montaigne, over een half jaar heb je geen geit meer over. Nou ja, dat was ook een beetje zo de eerste jaren. Want ik ging naast Rudy Konijn wonen. En dat was de grootste geitendief van het eiland. Dus vandaar. Dat was een bargemeid. Ja, de eerste jaren. Ja. Dus zodoende. Maar kom eens op Bonaire. Vandaag zitten we lekker in de buitenlucht bij Aleppe. We zitten in Terrasse Montaigne bij je, Aletta. Aletta, we hadden het over het begin van waar we nu zitten. Je was in Mexico met je geiten. Toen zag je, ja, niet eigenlijk waar we hier zitten, maar je had een andere visie. Maar uiteindelijk kwam het niet zo ver van je visie terecht. Nee, precies, heel dichtbij. Ja. Maar je begon met je geiten. En toen had je een house swap, zoals ze zeggen, een huis switch. Ja, helemaal een switch. Ja. Ik was bij Bonficio dus gestopt. En toen, even denken, ik was gestopt. Ik had mijn baan al opgezegd. En de geiten had ik wel al voor de hobby. En voor de hobby waren we eigenlijk ook al gestopt, maar ik heb de geiten wel gehouden. En toen ben ik hier naartoe gaan verhuizen. En toen had ik nog geen bedrijf opgezet. En toen, even denken, want toen... ik weet dat ik mijn businessplan nog moest schrijven. Dat ik mijn baan al op had gezegd. En dat ik nog niet begonnen was met mijn bedrijf. Dus dat was best een hele spannende... Ja, het was best een beetje spannende tijd. En toen heb ik mijn businessplan geschreven, mijn huis uiteindelijk ook kunnen kopen. En toen ben ik begonnen. Toen lammetjes werden geboren in november en toen ben ik begonnen met melken en met... En ook daarin had ik een idee, weet je, dat gaat dan allemaal hier gebeuren, het kaas maken en alles. Maar ja, dat ging ook allemaal met omweg. Dus ik heb ook nog een tijdje kaas gemaakt bij een vriend van mij... in de logeerkamer in Antreol. Dus het ging allemaal niet recht op mijn doel, maar het ging een beetje zo. Maar uiteindelijk, inderdaad, lukte het na een paar jaar
met veel vallen en opstaan en veel hulp van heel veel mensen om inderdaad hier in de container kaas te maken. En, dus toen was ik elke dag aan het melken, kaas maken, kaas verkopen, naar de restaurants brengen, naar de supermarkten brengen. Dat heb ik eigenlijk de eerste jaren van mijn bedrijf gedaan. En dat ben ik begonnen in 2008, dus dat is nu 12 jaar geleden. Ja. We zitten nu 12 jaar verder. Hoe gaat het met je bedrijf? Ja, dat 12 jaar geleden ben ik echt met heel veel energie, met heel veel passie en heel veel vertrouwen begonnen. Ik zag het gewoon voor me hoe ik dat ging doen. Mm-hmm. En ik had vertrouwen in mezelf, ik had vertrouwen in dat het wel goed komt. Mijn knoekoe, ik had geen water, ik had geen stroom, ik had geen... ik had niks. Er was geen omheining. Ik had wel buurmannen die ook af en toe wat geiten konden gebruiken. Dus ik had, waar ik het vertrouwen vandaan haalde, ik snapte er niks van. En ik denk dat de meeste mensen ook niet snapten waar ik het vertrouwen vandaan haalde. Maar ik had echt vertrouwen. En dat was maar goed ook, want anders was ik er niet eens aan begonnen. En toen kwam eigenlijk al vrij snel mijn eerste vrijwilliger. Dat was een Nederlandse man. Die heet Wouter, die is inmiddels overleden. En die vertrouwde ook in mij. En dat was echt wel heel erg mooi. Dus die is begonnen met langzaamaan de omheining te gaan zetten. En elke keer als hij een stukje vrij had, dan vroeg hij bijvoorbeeld Boetie Frans of iemand anders. Filippi heeft in het begin ook heel veel meegewerkt. Dus dan vroeg hij eigenlijk altijd zo, vroegen we een aantal lokale oud-patiënten vaak, dat kwam alweer heel erg goed van pas, om te helpen. Dus dan had je de enthousiasme en het doorzetten van de makamba. Mm-hmm. En dan had je de kennis van de, van de lokale. En dat was zo leuk, was ook een hele leuke tijd. Dus dan was de gemiddelde leeftijd 60, 65 plus. Wing Evalenciana heeft mij toen ook ontzettend veel geholpen. Die was ook echt een grote hulp. Dus zo kwam ik elke keer een stapje verder. En het was heel leuk om die werelden bij elkaar te krijgen. Het was echt heel leuk. En toen had ik de eerste problemen met de melkproductie. En toen heb ik, toen is Wing te hulp geschoten. Die heeft toen gezegd van, let als je hulp nodig hebt met geiten. Ik heb nog wel geiten in de melk. En toen ben ik geloof ik wel 3 maanden lang elke morgen om 6 uur naar Punta Blanco gereden. En daar ongeveer 8 liter gemolken. Toen op de terugweg naar huis bij Boetje ook nog 1 geit gemolken. Of 2, waren ook nog 2 liter bij. En dan thuis ook nog ongeveer 8 liter of zo gemolken. En dan had ik genoeg om nog wat kaasjes te maken. 3 maanden lang heb ik dat gedaan, dat rondje. En dus zo hoor je dat ik echt veel energie en veel passie had. En dat ik daar gewoon in geloofde. Dat heb ik heel lang volgehouden. Okay. Maar je bent en blijft een mens. Ja, precies, precies. En dat ging allemaal heel goed en het was heel leuk. De winkels lagen vol met mijn kaas en mijn yoghurt. En ik heb ook heel veel op markten gestaan. En ik heb echt heel veel mijn best gedaan om bekendheid te krijgen met mijn bedrijf. Maar het ging altijd wel moeizaam. En omdat ik zoveel energie had, bleef ik volhouden, maar op een gegeven moment toen raakte die energie een beetje op en had ik niet het gevoel dat wat ik erin stopte, dat dat er weer uit terugkwam. Dus toen begon ik langzaamaan een beetje vermoeid te raken. En ik had heel veel hele leuke vrijwilligers. Ook Lida die mij hielp met kaas maken. En Ankie die mij kwam helpen ook met de afwas en aan het kaas maken. Dus ik had heel veel vrijwilligers. Dus daarin kon je niet zien dat het niet goed zou gaan. Alleen ergens ging het brandde ik op. En ben ik ook letterlijk opgebrand. Dus een paar jaar geleden... Roy is ook toen inmiddels in beeld gekomen. Daar ben ik 7 jaar lang mee geweest. En die heeft me ook heel erg geholpen de afgelopen jaren om mijn bedrijf, wat eigenlijk een beetje aflopend was in mijn, als ik het nu achteraf bekijk, geprobeerd om het draaiende te houden. En dat leek ook te lukken. Maar uiteindelijk was het volgens mij de bedoeling dat ik eventjes gewoon helemaal terug in neutraal ging, zeg maar. Even tot rust komen. Precies. Van jezelf. Ja,
Dus ik heb de afgelopen jaren ben ik aan het afbouwen geweest. En nu ben ik eigenlijk weer een beetje op een neutrale plek uitgekomen. En nu ben ik een nieuwe opleiding aan het volgen. En dat is heel iets anders. Maar toch heb ik het ook daar weer een visie in. Nog niet zo heel duidelijk als het met Kat. Maar dat gaat in ja. De buurt. En die opleiding heet shamanisme. Mm-hmm. En dat is eigenlijk gewoon de leven met de natuur. Dat is eigenlijk de hele algemene beschrijving ervan. Dus meer leven met de elementen van de natuur. En wat ik net ook al zei, weet je, dat het leven een proces is. En dat je elke keer weer, we noemen dat het medicijnwiel, dat je elke keer weer het medicijnwiel laat draaien. Dus als je tegenslag hebt, weet je, dan is dat juist om je sterker te maken. Dan is juist om. En als je angsten, dan is het juist belangrijk dat je die angsten onder ogen gaat zien en niet weg gaat stoppen. En dat is denk ik wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. Dat ik die angsten weg heb gestopt. Omdat ik was eigenlijk aan het groeien, maar ik zag het niet. Mm-hmm. En ik bleef maar vasthouden aan het kaas maken, want ik dacht dat is het enige wat ik kan. Mm-hmm. Weet je, dat is het enige wat mijn bedrijf geld oplevert. Maar dat was eigenlijk de eerste stap van mijn bedrijf. En daarna durfde ik niet door te groeien. En nu zie ik dat zo. Dus nu, wie weet, ga ik het kaasmaken wel weer oppakken. Dat weet ik. Ik laat het nu even allemaal open. De opleiding, zit ik nog middenin. En ik zie nu, wat ik net al vertelde over die zoektocht naar mezelf, dat is nu eigenlijk een beetje mijn focus geweest. En dat heeft me nu geholpen om te zijn waar ik nu ben. En vanuit hier ga ik kijken hoe ga ik dat. Want ik denk dat ik iets ga doen, meer met kinderen ga werken. Dat ik wel op de knoek ga blijven werken. Ook met de geiten, want de geiten zijn eigenlijk daar een heel belangrijk onderdeel in. En dat ik dat medicijnwiel, waar ik misschien nu nog een beetje vaag over ben, dat in de toekomst iets gaat worden. Ja, dat is nog heel vaag, maar dat. Ja. Ja. En het is toch wel heel opmerkelijk wat je vertelt. Je bent met zoveel passie, met zoveel doordrevenheid begonnen van dit wil ik, dit ga ik doen. En toch op een gegeven moment moest je even op rust, op neutraal zoals je het zelf noemt. Vind je als je terugkijkt van hoe je bent begonnen en dat je nu een beetje in de rust zit. Als je terugkijkt, zie je van ik heb zoveel jaar zo gedraaid, nu sta ik stil. Kijk ik naar mezelf, wat zie je als je terugkijkt? Leuke vraag. Zie ik een heel gepassioneerde jonge dame. Die visie had en heeft. Die gelooft in zichzelf. En alleen, die niet geloofde in zichzelf. Dat is het. Dat was het. Die niet geloofde in zichzelf. En nu dat ik de afgelopen maanden wel naar binnen ben gekeerd en wel ben gaan zien dat ik het wel kan. En dat ik nu, dat ik de afgelopen jaren heb gecreëerd vanuit tekortschieten, weet je, van ik ben het niet waard, mm-hmm. Dit kan ik eigenlijk niet, maar angsten, oordelen, faalangst kwam heel erg naar boven. En dat heb ik, de afgelopen 3 maanden ben ik daar heel intensief mee bezig geweest. Het was net alsof ik elke dag door de mangel heen ging en dat ik elke dag bij de psychiater, want dan was ik zelf de psychiater. Je stond eigenlijk voor een spiegel met jezelf, hè? Precies, ja, precies, ja. En ja, dan kom je jezelf inderdaad tegen. En dat is heel bijzonder dat dat net in de coronatijd is geweest ook. Dus ik denk dat iedereen in de spiegel heeft gekeken. En daarom vind ik het zo'n waardevolle tijd gewoon geweest. Ook voor Bonaire, weet je. Dus als ik terugkijk naar de afgelopen tijd, is dat wat ik zie. En wat ik dan nu, het punt waar ik nu ben aangekomen, is dat ik dat ik heel langzaamaan begin te geloven dat ik ook kan creëren vanuit heelheid of vanuit vertrouwen, vanuit kracht en vanuit vanuit geloven in mezelf. En dat is leuk, want wat ik zie is een overeenkomst met Bonaire. En dat had ik ook gezegd in de
in de afschaffing van de slavernijavond, die ik ontzettend bijzonder vond, georganiseerd door de jongelui, vond ik echt heel bijzonder. Toen zag ik dat, ik maakte de overeenkomst met als je inderdaad naar binnen gaat en als je kan, je angsten kan onder ogen kan zien en je oordelen onder ogen kan zien en kan zeggen nee, dat is een oude overtuiging, die laat ik los, weet je, dat is een oude gedachte die ik heb over mezelf, die laat ik los. Dat is wat ik bij Bonaire ook zie. Bonaire heeft altijd gedacht, volgens mij, ik weet niet vanaf welke tijd, ik ben nou wel met Boy de cursus aan het volgen, maar ik weet niet precies vanaf welke tijd, maar de kennis buiten zichzelf gezocht, de waarheid buiten zichzelf gezocht, het geloof buiten zichzelf gezocht. En nu, ik was zo trots dat de gezaghebber zei, nee, we gaan dicht. We gaan dicht voor de buitenwereld. We gaan op slot. Weet je, we doen het lichtruim dicht. En dan zie ik gewoon dat Bonaire wel die kennis heeft. Dat Bonaire wel die wijsheid heeft. Dat Bonaire wel die basis heeft. Dat Bonaire wel die kracht heeft. Alleen hetzelfde als waar ik ook niet in geloofde. Omdat ik dacht, die kennis of die waarheid of die wat dan ook, dat ligt buiten mij, weet je. Iedereen moet mij helpen, want ik kan het niet alleen. Weet je, maar als je gelooft dat je het wel kan, dan komt die hulp ook, maar dan vanuit een andere invalshoek, een ander beginpunt. Dus als Bonaire ook weer begint te geloven, zoals vroeger Bonaire ook geloofde in zichzelf. Bonaire was, die had gewoon hun eigen basis. Bonaire was zelfstandig, zelfsupporting, zelfverbouwend, zelf. Weet je, Bonaire had de buitenwereld niet nodig. Die stond gewoon op eigen benen. En het zou zo mooi zijn als Bonaire daar weer in gaat geloven. Alleen wat ik dan zei die avond bij de afschaffing van de slavernij, dat is volgens mij wel, je moet dan wel je angsten in de ogen kijken en je wel je oordelen in de ogen kijken en dan niet erin blijven hangen, maar ze dan ook los kunnen laten. En daarin heb je wel inderdaad gewoon, dan moet je jezelf wel aankijken in de spiegel. En dan kan je het niet, je kan je niet weg blijven stoppen. Want dan komt het toch elke keer weer naar boven. Ja. Denk je dat dat het grootste, een van de grote problemen is om het, zo zeggen, fear your fears. Om jezelf aan te kijken en ook te bevestigen. En ook mee omgaan. Dat een van de grootste problemen van wij als mensen, van de mensheid, van ja, een beetje van iedereen is. Ja, denk het wel, ja. Ja. Maar het lijkt wel alsof daar een nieuwe tijdperk aan is gekomen. Dat we nu in een andere fase zitten. En als je dat een beetje zo volgt, weet je, astrologie of iedereen die een beetje met energie bezig is. Dat was vroeger helemaal zweverig en vaag. En nu lijkt dat eigenlijk allemaal een beetje minder vaag te worden of een beetje dichterbij te komen of men zo. Men staat er meer open voor, denk je? Ja, dat gevoel heb ik. Mm-hmm. Of, ja, misschien, zo zie je dat ook. Ja, zo zie ik het. En misschien ben ik de enige die dat zo voelt, maar dat geloof ik niet. Ik heb het idee dat meerdere mensen daarmee bezig zijn en dat het iets toegankelijker is geworden. Dat is eigenlijk mijn intentie, dat het, wat ik wil gaan doen, de combinatie met mijn bedrijf wat ik nu heb gehad en wat ik wil behouden en met wat ik, waar ik nu mee bezig ben, is om het toegankelijk te maken. Dus die spiritualiteit eigenlijk toegankelijk te maken. Want hoe aards of hoe basis is het om een boer te zijn? Om, weet je, te planten, om het zaadje in de grond te doen. Weet je, er is niks zweverigs aan. Maar als je juist als boer iets zweverigs doet, weet je, misschien dat je dan mensen wel kan bereiken. Want als jij vanuit die zweverigheid, weet je, om het maar even te veroordelen, weet je, ja, dan is het soms wel moeilijk om het te volgen. Want dan, als het over energie gaat of zo, dan weet je. Ja, dus niet tastbaar. Misschien nee, omdat precies, het niet tastbaar is. Precies, dat, ja. Dus dat zou heel mooi zijn als je dat inderdaad een beetje toegankelijker maakt en die twee werelden bij elkaar kan brengen. Dat zou heel leuk zijn. Ik weet eigenlijk niet of dat een antwoord was op je vraag. Ja. Je bent gestopt even met je bedrijf. Je bent even jezelf aan het herontdekken, als we het zo mogen noemen. En je hebt aangegeven verder gaan met het bedrijf. Dat zal in de toekomst wel duidelijk worden. Maar je bent wel bezig met iets anders, waar je toch, wat je net zei, die twee werelden wilt samenvoegen.
Heb je al een idee? Ja, het is natuurlijk, je bent nu begonnen met je opleiding, je zit er middenin. Je hebt een visie, maar nog niet helemaal duidelijk. Maar één is dat wel duidelijk, dat je de Canoek wil behouden en je geit. Ja, ja. En dat is leuk dat je dat zegt, want dat is eigenlijk het begin. Ik heb de afgelopen jaren heb ik getwijfeld of ik op Bonaire wilde blijven. En ik heb het ook heftig, ik heb het zwaar gehad om te blijven. Want ik dacht, die gevoel van ik wil weg, of ik wil ergens waar het groener is, of ergens waar het beter is, of waar het mooier is. Reizen, of... Precies, ja. Dus ik keek naar wat er niet was. Ik zag alleen maar droog en ik zag afbrokkelen van alles wat ik op had gebouwd, letterlijk. En ik zag wat er niet was. En dat maakte me eigenlijk ook wel depressief. En vorig jaar was het voor de eerste keer dat ik de droogte soort van nog niet neutraal kon zien. Maar wel dat ik dacht, en als die droogte mij nou iets wil zeggen. Ja, precies. En toen dacht ik, en als ik nou eens ga kijken wat er wel is. En dat was eigenlijk het eerste moment van ommekeer. En dat is eigenlijk volgens mij wat mij nu elke keer helpt om positief te zijn in en te blijven geloven in waar ik naartoe ga. Als ik nou eens kijk wat er wel is. En ook je eerst zien dan geloven, nee. Dat is zo'n uitspraak. Maar ik word nu soms wakker en dan heb ik gedroomd en dan word ik wakker met bepaalde inzichten. En nu werd ik vanmorgen of gisteren werd ik wakker. Eerst geloven en dan zien. En dat is eigenlijk het vertrouwen. Als je vertrouwt dan, en gelooft waar je naartoe gaat, dan zie je het later. En dat is echt vertrouwen. En als je het altijd maar eerst moet zien, dan heb je eigenlijk geen vertrouwen. Dan moet je het eerst zien en dan geloof je het pas. Maar dan ben je nooit, zie je nooit in dat vertrouwen. Snap je wat ik bedoel? Ja, hè? Ja, ik zie je knikken. Ja. Maar het is vaak zo, hè. Laten we eerlijk zijn. We zijn vaak de ongelovige Thomassen die het eerst moet zien en dan geloven. Maar het is toch een ik merk het ook als ik niet alleen naar jou luister, maar ook een beetje om me heen. Dat men meer is gaan geloven in het geloven en dan zien. Ja. Omdat je, als je steeds blijft op, weet je, moet, en dan komt het maar niet. Nee, precies. Ja, precies. Dat is zo vasthouden aan. Hè? En dan nee, dan komt het en dan niet. Ja, ik denk inderdaad dat het zo werkt. Maar ja, we zijn dat niet gewend. Want we zijn zo bezig altijd maar in die buitenwereld. Dat het er zo uit moet zien. En dat dan heb je en ook die status en ook die alles buitenwereld. En als we nu naar onze binnenwereld gaan, weet je. Dan, en daar beginnen. En dan vanuit binnen naar buiten. Denk je dat de corona naast alle na-effecten van alles wat hij heeft meegebracht. Denk je dat de corona toch niet alleen de Bonaire, maar de mensheid op een of andere wijze toch iets goed gedaan? Ja, dat als denk ik. Als het goed hebben gedaan? Ja, ik zie, zoals ik het beleef, of zoals ik het zie, is het juist een heel belangrijk omslagpunt in de mensheid. Dus ik geloof dat het juist nu alles op losse schroeven zet. En dat het juist, kijk, het weten of het denken te weten, dat is altijd als een kracht gezien. Maar ik ben me nu aan het realiseren dat als je eigenlijk, niet dat je twijfelt aan jezelf, maar dat je het gewoon onderzoekt. En dat je kijkt, oké, is dit waar? Is dit eigenlijk wel waar? Want dat hebben we gewoon als waarheid aangenomen. Nee, misschien niet. Of voor mij wel, of nu alleen, of morgen niet meer, of gisteren wel, maar nu wel niet, weet je zo. Maar dat je dat niet allemaal maar zomaar aanneemt. En dat, daar worden mensen nu toe uitgedaagd om voor zichzelf te gaan denken. En niet dat de maatschappij het voor ons moet bedenken. En dat vond ik ook het leuke van, als je uit Nederland weggaat, dan kom je op Bonaire en dan heb je eigenlijk al heel veel van die dingen losgelaten. Want je gaat meer voor jezelf denken, want op Bonaire heb je dat nog niet zo, die druk van de maatschappij, weet je? En dat vond ik alleen al een hele leuke verschuiving van. En nu wordt de hele mes. En daarom zie je ook volgens mij, Bonaire was eigenlijk helemaal niet zo van slag. Helemaal niet. Maar de rest van de wereld, waar het allemaal zo
allemaal zo vastgehouden wordt aan alles wat de maatschappij je opgelegd heeft. Die delen van de wereld waren wel van slag. Dus daar mag extra gekeken worden van oké, waar hebben we eigenlijk al die jaren op gebouwd? Bonaire heeft, dat had ik laatst Rolly Jange, die zei dat tegen mij. Ik denk, oh ja, dat is echt zo. Bonaire heeft die basis. We zijn wel gewend dat het stroom uitvalt. Of dat er een keer geen water gebracht wordt naar de Knoeko. We zijn, weet je, die basis hebben wij. We raken niet van slag als er zoiets gebeurt. Dus dat vond ik wel heel opvallend om dat te zien. Dus ja, ik denk zeker dat dit een hele positieve omslag is in de mensheid. Dus we gaan het zien. We gaan zien hoe het zich ontwikkelt. Ja. Letta, helaas, onze tijd zit erop. Ik wil je bedanken dat we op je mooie Knoeko mochten zijn. Wens je heel veel sterkte toe en hoop dat je binnenkort ons weer gaat vertellen dat er weer kaas gemaakt gaan worden. Dankjewel, ik vond het heel leuk. Ja. Makambos op Bonaire, tot volgende aflevering.